Vierde koers is de Mick Harreprijs en voor Stal Hitterling komt Gerson Boko aan de start. Wat me het eerste opvalt, Kees, is dat je Ruud laat rijden in plaats van dat je het zelf doet. Waarom is dat? Ja, ik denk nou ook wel, ik maak een keertje met Ruud. Even kijken. Ja, nou ja, ik vind dat hij er fantastisch in staat. Ja, vorige keer werd hij een beetje druk op mij. Op Wolfgang. En nou proberen we een andere baan. Maar een keertje met Ruud. Koers, ja, de voorlaatste koers op Wolfgang is heel goed, hè? Ja, die was heel goed. De laatste keer, ja, twee keer voorbak verstart af natuurlijk. Ja, dan wil je me niet zo erg meer tempo drukken. Maar ja, het ging echt een beetje hard, eerst 500 meter. Ja, dat viel een beetje af. Ja, wat gaat Ruud vandaag doen, denk je? Ja, dat weet ik niet. Ik neem maar aan de kop nemen en zien we wel. Hij gaat snel starten? Ja, vorige keer wel. Hij heeft 1 naar 19 staan. Gaan we er 22 van maken vandaag? Dat hoop ik wel, ben ik wel aan toe.